mensen, welkom terug in de Megablok-wereld. En vandaag ga ik weer eens natuurlijk iets maken. En vandaag is dat de trapdeur, de wooden trapdoor. Dit is zo'n klapmechanismetje, wat je in principe ook als raam kunt gebruiken, dacht ik. Maar dat kan blijkbaar niet meer. Dit klapt zo. En dat ga ik vandaag maken. Wel ga ik hem niet helemaal maken zoals hij is. Want, zoals we ook al vaker hebben gehad, is dit weer zo'n ding wat een beetje transparant is. Als je op de oppervlakte waar je naar kijkt, is hij goed. Maar het is niet massief. En zoals je daar ziet, je kunt er doorheen kijken. Ik ben van plan om het wel massief te gaan maken. Dus hij wordt natuurlijk ietsje anders als dat je hem nu hier ziet. Maar ik denk dat hij wel heel mooi gaat worden. Dus laten we maar gewoon lekker gaan bouwen. Zoals jullie kunnen zien, hij is af. En ik had jullie al een beetje gewaarschuwd natuurlijk. Hij is niet helemaal exact zoals je hem in het echt ziet. En het echt als in het normale Minecraft blok. Maar goed, ik vind hem op zich best goed gelukt. Hij is egaal, hij is gelijk. Hij is massief. Je kunt hier tenminste echt op staan. En die je kunt wel op staan, maar bij die andere kijk je er doorheen. En ja, het is wel dik. In het echt zou die denk ik niet zo, zeg maar, in de normale schaal zou die niet zo dik zijn. Ja, oké, misschien toch ook wel. Maar goed, hey mensen. Dit was het dan voor vandaag. Ik haal die even weg. En dan ga ik even lekker hier vliegen. En ik bedank jullie namelijk heel erg voor het kijken van deze video. Vond je het nou een leuke video? Laat dan even een like achter en subscribe zelfs als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!